Mijn naam is Brie Lonneville. Ik heb een achtergrond in de geografie en landmeetkunde en ik werk op het Vlies op het datacentrum. En daar ben ik nu betrokken bij het project Marine Regions. En dat is een project dat onder andere instaat voor het beheren van een open globale dataset van maritieme grenzen. Het boek dat ik heb gelezen heet The Outlaw Ocean, werd geschreven door Ian Urbina. Ian Urbina is een Amerikaans onderzoeksjournalist die verbonden is aan de New York Times. En voor die krant heeft hij een reeks geschreven, The Outlaw Ocean, die een aantal activiteiten belicht die doorgaan in internationale wateren. En dan uit die reeks is dan dit boek gekomen, waarbij elk hoofdstuk een ander thema gaat belichten. En dat kan gaan over visserij, over milieuvervuiling, of het lot van vluchtelingen aan boord van, of die verzeild geraken aan boord van schepen. Dit boek werd mij aangeraden door mijn vorige teamleider, Paula. Zij had dit boek gelezen en toen zij is vertrokken op het Vlies, hebben we haar als cadeau de cover van dit boek gegeven, waarbij we haar hadden gefotoshopt op de brug van het schip. Dus het boek gaat eigenlijk over alle mogelijke activiteiten die zich gaan afspelen in internationale wateren. Hoe moeilijk het is om daar eigenlijk wetten te gaan handhaven en hoe mensen daar dan gebruik of misbruik van gaan maken. En zoals gezegd, elk hoofdstuk vertelt een verhaal. Dat kan bijvoorbeeld het verhaal zijn van vissers die gerecruiteerd worden onder valse voorwendselen, die kilometer en kilometer en kilometer van hun huis gevoerd worden, die daar zeer zwaar moeten werken voor maanden, voor jaren, en die soms zelfs aan boord van het schip geketend worden om ze te gaan beletten om te gaan vluchten. Of aan de andere kant is er dan ook het verhaal van Women on Waves, en dat is een Nederlandse organisatie die vrouwen helpt in landen met zeer strikte abortuswetgeving om die abortus toch op een legale manier te gaan uitvoeren door een klein beetje de grenzen te gaan opzoeken van die internationale wetgeving en internationale wateren. Dus het gaat eigenlijk over allerlei verschillende thema's. Ik vind eigenlijk dat dit boek verplichte literatuur voor iedereen zou moeten zijn, omdat het echt een aantal thema's belicht die volgens mij veel te weinig aan bod komen in de media, waar mensen totaal niet van op de hoogte zijn. Maar het zal zeker nooit aanvoelen als verplichte lectuur, want het is zeer goed geschreven, het is boeiend van de eerste tot de laatste pagina. Het is echt een prachtig verhaal, ook al maakt het je niet altijd even vrolijk op het einde. Voor het volgende boek zou ik graag mijn teamleider Lennart Schepers willen nomineren. En ik ben zeer benieuwd welk boek hij heeft gelezen.